Goedemiddag, Dortenaren. Welkom bij Licht voor Dort. Mijn naam is Henk Jos van Leeuwen. Ik mag vanmorgen iets met jullie delen uit de Bijbel. Ik ben zelf nu een tijdje Dortenaar en ik werk en woon in Dort. Ik werk voor de Kerk van de Nazarener in Dordrecht en ik werk ook voor het Leger des Heils. Ik doe buurtwerk, ik doe jongerenwerk en kerkelijk werk. En daar geniet ik heel erg van. Momenteel gaat dat allemaal niet door. Maar vanmorgen mag ik iets met jullie delen uit het woord van God. Het woord van God waar we ook een heleboel verschillende liederen in vinden. Liederen die we met elkaar kunnen zingen. Wat mij opviel aan het begin van de crisis, waren er heel veel mensen die maakten nieuwe liederen. Ik zag dat op Facebook, op YouTube, iedereen deed dat op zijn eigen manier. Er waren zelfs ook landelijke initiatieven om met elkaar liederen te maken. Een van die liederen was het lied Zon. De artiesten hadden met elkaar een mooi lied geschreven en dat kwam op nationale televisie. En daarin werd een soort hoop uitgesproken. Hoop om samen weer samen te zijn. Echt live samen te zijn. En hoop op de dag dat dat weer zou komen. Die artiesten deden dat vol overgave. Maar vervolgens waren er in Nederland natuurlijk ook weer, zoals het bij ons gaat, in ons kleine kikkerlandje, mensen die daar kritiek op hadden. Mensen die zeiden van ja, die artiesten die doen dat wel, maar die doen dat voornamelijk omdat ze nu ja, geen inkomsten hebben en hebben ze toch nog een beetje PR. Dat deed me terugdenken aan het laatste bioscoopbezoekje wat ik had. Ik ging naar de film Queen, of eigenlijk naar de film Bohemian Rhapsody. En in die film is Freddie Mercury, die strijdt wat met zichzelf en die strijdt wat met zijn ziekte. Maar in die periode van ziekte, dan komt er een heel groot, enorm concert langs, Live Aid. En waarom? Ze wilden met de opbrengst daarvan wilden ze geld ophalen voor Afrika. Ze hoopten er misschien een miljoen mee op te halen, maar het werd uiteindelijk wel 150 miljoen pond. Een enorm recordbedrag. En het was natuurlijk super dat ze dat deden. En alle initiatieven die wij nu met elkaar doen, die zijn ook super. Maar er is altijd wel weer kritiek. Dat was het toen ook. Ik weet niet hoe het met jullie gaat, maar ik mis enorm de ontmoetingen die we met elkaar hebben. Ontmoetingen gewoon met je familie, met je vrienden. Gewoon even een bakkie doen bij iemand thuis. Gewoon de gewone dingen. Ook de psalmschrijver van de psalm 84, die mist wat. Die mist het gaan naar de tempel. Hij kan niet meer doen wat hij eerst deed. En waarom kon hij dat niet? Hij had eigenlijk ruzie met zijn zoon Absalom. En dat die ruzie was zo erg geworden dat hij op een gegeven moment niet meer in dezelfde stad kon zijn. En daardoor kon hij ook niet meer naar de tempel, wat hij zo graag wilde. Hij verlangde dus naar hoe het eerst was. En misschien doe jij dat ook wel. Je verlangt ernaar dat we gewoon weer gewone dingen kunnen doen. En terwijl David eigenlijk zat te mijmeren, keek hij naar buiten. En hij zag de vogels vliegen. En die vogels die konden gewoon in en uit vliegen. In en uit die tempel. Ze konden gewoon doen en laten wat ze wilden. Ze waren vrij. Misschien ben jij ook wel zo jaloers. Ik wel in ieder geval. Als ik die vogels zo lekker dicht tegen elkaar aan zie kruipen. Die hebben geen anderhalve meter afstand. Die vliegen overal naartoe waar ze willen. En dat zouden wij ook zo graag weer willen. En dat verlangen sprak dus David ook uit. David wilde zo graag weer in de tempel komen. Maar dat ging niet. En dan geeft hij op een gegeven moment een voorbeeld. Een voorbeeld van een woestijnreis. Een woestijnreis waarin de pelgrims op weg waren naar Jeruzalem. Ze waren er nog niet. Maar alles om hen heen was dor en droog. Maar toch, ondanks die dorheid en die droogheid, konden ze ja, blij zijn. Er wordt zelfs over een oase gesproken. Het voelde toch als een goede tijd met elkaar in de woestijn. En dat is mijn gebed ook, dat we dat in deze stad ook met elkaar zullen beleven. Dat ondanks alles wat nu tegen zit, de ontmoetingen die we niet hebben, dat we het goed kunnen hebben met elkaar. Dat we kunnen genieten met elkaar. Ik las een uitspraak van een kerkvader, Augustinus. En die kerkvader die maakte ook van alles mee. Hij maakte de pest mee en op het eind van zijn leven werd zelfs de stad waarin hij woonde werd belegerd en zelfs ingenomen. En hij schreef een quote. En die quote was: het zijn slechte tijden, het zijn moeilijke tijden. Dat zeggen de mensen tenminste. Laten we liever goed leven, dan worden de tijden vanzelf goed. Want wij zijn de tijden. Zoals wij zijn, zo zijn de tijden. En wat betekent dat nou? Het is denk ik maar net wat wij er met elkaar van maken. In deze tijd, die zo lastig is, moeten wij er met elkaar wat van maken. Dat is wat Augustinus zei.
Je kan klagen, het zijn tijden waarin we van alles moeten missen, het zijn tijden waarin we het moeilijk hebben. Nee, zegt Augustinus, zoals wij zijn als Dordtenaren, zo zijn de tijden. En dat zie ik ook. Er zijn hele mooie initiatieven. Mensen kijken naar elkaar om, misschien wel meer dan anders. Er worden telefoontjes gepleegd en mensen gaan met elkaar zoomen. Er worden, op straat worden de dingen ondernomen. En wat wij ervan maken, zo zullen de tijden zijn. En dat is ook wat David zegt. Het gaat er niet om wat onze omstandigheden zijn. Het gaat erom wat wij er met elkaar van maken. Morgen is het Koningsdag. We vieren dat niet zoals we zouden willen. Dat is natuurlijk enorm jammer, maar we kunnen ook daar wat van maken met elkaar. Misschien kun je gewoon toch je wangen insmeren met gekleurde vlaggetjes. Misschien kun je toch gewoon gezellig in de straat het Wilhelmus zingen. Misschien kun je er toch wat van maken. Ik denk dat dat goed is. En dat is ook wat de psalmschrijver zei. Je moet er wat van maken. En wat hij ook zei, hij zei, God is mijn schild. En hij kijkt naar ons om. God die geeft ons licht. En een schild, ja, dat kan je beschermen. Dat proberen we nu ook, we houden afstand. Daarmee zijn we beschermd. We trekken beschermende kleding aan als we in een ziekenhuis gaan werken. Nou, dat kan allemaal helpen, maar dat zal niet alles kunnen voorkomen. En in de Bijbel lezen we dat God een schild is wat sterker is dan dat. En dat geloof ik ook echt. Dat God een schild is voor wie bij hem komen. En dan mogen we ook op hem vertrouwen. En dat is ook wat ik uit wil spreken als gebed. Dat we in deze tijd van moeite, van crisis, dat we op hem kunnen vertrouwen. Ik zal zo een gebed uitspreken. En misschien geloof je niet, maar bid dan mee. En hou je vast aan die woorden. Dat God een schild is voor ons. En dat hij dus ook een licht wil zijn voor ons. Maar misschien geloof je niet, maar laten we dan in ieder geval met elkaar vasthouden. Dat we met elkaar een schild voor elkaar zijn. Dat we elkaar beschermen en dat we elkaar licht geven. Licht voor Dordt. Dat we elkaar bemoedigen, dat we elkaar vasthouden. Zullen we samen bidden. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat u vanmorgen ook met ons wilt zijn. Heer, dat u in de Bijbel laat zien wie u bent. Heer, dat u een goede God bent die een schild wil zijn voor ons. Die licht wil geven aan ons. Heer, ik bid voor iedereen die op dit moment moeite heeft. Heer, moeite omdat hij zijn familie niet kan ontmoeten, zijn vrienden niet kan ontmoeten, niet kan doen wat hij zo graag zou willen. Heer, ik wil u ook bidden voor de mensen die in ziekenhuizen werken. Heer, die te maken krijgen met dood en moeite en pijn. Heer, wilt u hen daarbij zijn? Wilt u hen kracht geven? Wilt u een schild voor hen zijn? Wilt u ook bij de families zijn die mensen hebben verloren? Wilt u hen kracht geven, Heer? Wilt u hen bemoedigen? Heer, zo bidden we u, wilt u met ons meegaan deze komende week in, Heer, en geef ons licht en geef ons uw kracht in Jezus' naam. Amen. Ik wil jullie een gezegende week toewensen. En ik wil jullie van harte een fijne Koningsdag wensen morgen. Dat we er toch met elkaar wat van maken. Want zoals wij zijn, zo zullen de tijden zijn. Een fijne week.